Ja, je kan zo'n nieuw jaar het beste maar overdonderend beginnen. Dus presenteer je in de eerste week van januari zowel een nieuwe roman, Slaapzacht Johnny Idaho, en een nieuwe, ja, het is zowel een boekje als een cd. Eigenlijk is het voornamelijk een cd van de meisjes Dr. Toestel. Schrijver van deze grond, niet meer woonachtig, maar wel hier vandaag, Auke Hulst. Ga zitten. Wil je water? Wil je koffie? Wil je thee? Wil je bier? Wil je wijn? Ik wil wel Cointreau, als je het hebt. Cointreau. Nee? Is er Cointreau? Het wordt aan gewerkt. Wordt aan gewerkt, hoor. Jij krijgt, iedereen gaat staan. Vier mensen gaan meteen staan. Jij krijgt Cointreau, jongen. Die moet. Geen probleem. Heb jij nog Sonic Noorderslacht eigenlijk? Nee, ik was afgelopen week in Praag bij een literair festivalachtig iets. Oh, dat weet je niet zeker, of het literair festival. Nou, het was een hele rare avond door wat alternatieve gasten georganiseerd. En het was prettig chaotisch. Dus ja, om het een festival te noemen of een literair. Je was in Praag in ieder geval. Ik was in Praag, ja. En ik ben nog daarna de ook vrij alternatieve sauna geweest en ben in de Moldau gesprongen. En het was allemaal. Je bent naar een alternatieve sauna geweest? Ja, een soort van krakersauna. Oh, en in de Wolga gesprongen? In de Moldau. Oh. Het was koud. De Wolga ligt daar niet, hè? Nee, die stroomt er niet. Ja, dat is lekker. Je hebt toch. Nee, maar ik dacht dat hij dat zei. Okay. Ja, maar ja. Nog overop het nieuws die bij dit boek hoort, dat uitgekomen is vorige week, is dat er al een derde druk inmiddels van is. Zweeft u op een wolkje, meneer Hulst? Nee, dat zit niet in mijn karakter. Nee, helaas. Blijft met beide voeten op de grond staan. Ik zoek er al mijn hele leven naar dat wolkje. Maar. Ik weet niet, heeft iemand van u dit boek in huis inmiddels of al gelezen? Eén iemand? Ik vind dat twee geeft helemaal niks. Dat is ook net uit. Dat kan ook. Ik vind dat een heel redelijk percentage, hoor. Twee op 80, 90 mensen. Als dat voor Nederland geldt. Als dat voor Nederland geldt, dan ben ik blij. Goed, ja. Misschien kent u Auke Hulst wel van het boek Kinderen van het Ruige Land. Maar dit is iets heel anders. Dit is in feite een science fiction boek. Ik ga om protesteren zomaar. Oh, nou, begin maar vast met protesteren dan. Jij zei tegen mij in het begin, toen we even spraken van tevoren, dat het in de toekomst speelt. Ja. En voor jouw gevoel redelijk ver in de toekomst. Ja. Ja. Maar dat staat nergens geschreven. Het is gewoon een parallele wereld. Het is meer een soort van parallel tijdpad. Het is misschien een paar jaar in de toekomst. Maar bijna alles wat er in dit boek beschreven wordt, bestaat al. Misschien even goed op te vertellen aan de mensen hier in de zaal en daar ook. Even kort waar dit boek over gaat. Dit boek speelt zich af op een artificiële eilandengroep die is gesticht door 's werelds multinationals. Die multinationals hebben geen zin meer om zich nog wat aan de rest van de mensheid gelegen te laten liggen. En die hebben daar hun voor bedrijfsvoering ideale staat gecreëerd. Is dit Cointreau? Zullen we even checken? Klopt. Even. Oeh! Wauw, dat is echt cool. Ik ga ook dingen bestellen gewoon. Dat zou ik proberen. Doe eens iets. Drambouille. Drambouille, alsjeblieft. Dan ga ik kijken wat er gebeurt. Leuk. Auke, je was met je boek bezig. Ja. En op die wereld komen verhaallijnen van drie mensen samen. Eén is een Amerikaanse jongen die iets heel ergs heeft meegemaakt en die daar iets komt doen. En ik verklap niet wat. Nee. Een Nederlandse bankier, waarmee het in fysieke zin niet zo goed gaat. En een Japanse wetenschapster die op zoek is naar de sleutel tot het eeuwige leven. Het belangrijkste is, het gaat natuurlijk over die drie verhaallijnen die bij elkaar komen. Dat is de motor van de roman. Maar aan de andere kant, en misschien nu makkelijker bespreekbaar, is eigenlijk het thema wat aan de roman hangt. Het is dan misschien niet de toekomst, maar wel of het is de huidige tijd zoals die het is vooral zijn. Het is vooral een commentaar op deze tijd. Een commentaar op deze tijd. Ja. Want we zien, twee aspecten wil ik even uitlichten. We zien een verregaande digitalisering van de wereld. Dus het is nog veel verder dan Tinder, Facebook, Google Glass en dergelijke. Mensen hebben bijvoorbeeld weblensen in. Ja, maar dat is natuurlijk maar één stap verder dan Google Glass. En ik zal je vertellen dat er een Zwitser bedrijf is die ze al gemaakt heeft. Wat is een weblens? Een weblens is gewoon een contactlens waar informatie direct op de contactlens wordt geprojecteerd. Zodat je. En dat is de stap die je ziet de hele tijd dat de informatie dichter op ons lichaam komt. Dat die Google Glass, die overigens afgelopen week is opgeschort. Omdat we dat toch wel ergens wel eng vinden ook. Volgens mij zag het er gewoon niet uit met zo'n ding op je gezicht. Nee, het zag er nog niet uit. Ze willen het ook later weer opnieuw gaan proberen. Maar je begint met een papieren krant en op een zeker moment zit je met je neus in je telefoon. En dan zit het met je bril op je hoofd. En de volgende stap is natuurlijk dat je lens in hebt. En de volgende stap is dat het gewoon rechtstreeks je brein in gaat.
Dus de technologie komt steeds dichter op je lijf. Is dat echt zo? Kan, Jelte. Alles kan. Oh. Alles kan. Zeker in de toekomst, die geen toekomst is, hoor ik net. Precies. Het is een commentaar dus op de verdergaande digitalisering, want jij vindt dat we maar bij een papieren krant moeten blijven? Nee, ik heb niet zo heel erg een opinie, maar wat ik wilde was dat, wat ik graag wil is dat lezers gaan nadenken over dingen die spelen. En dan bijvoorbeeld, wat voor mij heel belangrijk in het boek is, wat betekent al die nabijheid en al dat voortdurend gezien worden, ook door anderen, via... Nou ja, voor ons geldt het via Facebook, maar ook via surveillancecamera's en via bedrijven die de hele tijd onze informatie aan het verzamelen zijn. Dat voortdurend gezien worden. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je identiteitsvorming? Kun je nog op een gezonde manier een identiteit vormen op het moment dat je eigenlijk altijd aan het optreden bent voor de wereld? Ik denk van niet. Shakespeare zei het al, hè? De wereld is toch een schouwtoneel, niet een speeltoneel, ja, nou, om er eventjes lekker intelligent over te komen op zondagmiddag? Ja, maar ja, en toch, Auken. Als ik op de play zit, is dat niet zo. Dus het valt... Dat, oh ja. En, maar op het moment dat je op de play zit en dat ze je dan nog zien, dan is het wel zo. Ja, dat is waar. En we hebben natuurlijk te maken met die rare paradox dat terwijl we steeds meer verbonden zijn, we toch ook wel steeds eenzamer worden. En daar gaat het boek ook eigenlijk ook over die, al die figuren zijn heel eenzaam. Een ander ding wat naar voren komt, en we zagen net al plaatjes voorbij komen van kaarten. Die staan hier in het boek. En als Albert even weer voorkant overen, zullen we even de camera daar houden. Jij hebt daadwerkelijk dan ook fictieve eilanden geschapen. Dat is dan tenminste wel zo. Zo doen we de zaal, dan ziet u waar ze zijn. En op deze eilanden, dan niet op allemaal trouwens, maar wat er plaatsvindt is een soort van nieuw... Ja, kastenstelsel vindt er plaats. Rijk en arm zijn sterk van elkaar gescheiden. Ja, je ziet hier vier eilanden. Eén eiland is groen. Daar wonen de allerrijkste met hun villa's en hun golfbanen. Eigenlijk gaat het van noord naar zuid. Logischerwijs van rijk naar arm. Maar dat is ook weer een extrapolatie van iets wat je in de wereld ziet als je naar Brazilië gaat. Waar de verschillen tussen rijk en arm heel groot zijn. Daar leven de rijken praktisch gescheiden van de armen. Van de grote groep armen. Die rijken die leven in gated communities. En het wrange is dat als je hele grote verschillen in arm en rijk hebt, dan zie je dat iedereen zich onveilig waant. Ook de rijken, die verliezen ook iets. Want die wonen niet voor niks in die gated communities. Want die zijn de hele tijd... Hek eromheen. Ja. Die zijn de hele tijd bang dat ze of overvallen worden of dat ze dingen kwijt gaan raken. Die voelen de noodzaak zich te beschermen. Dus die hebben te maken met onveiligheid. En je hebt het eigenlijk heel groot gemaakt. Door daadwerkelijk mensen op eilanden te zetten. Ja. Ik heb het aanschouwelijk gemaakt. Heel goed. Wat ik dus eigenlijk begrijp is dat jij hebt... dan is het... kijk, ik zeg ook dat het een overkomt als science fiction... omdat je meteen vergelijkingen gemaakt met 1984. En de vergelijking waar je als schrijver natuurlijk helemaal niks mee kan. Want wat moet je ermee als je daarmee vergeleken wordt met zo'n boek? Maar eigenlijk zeg je, ik heb... de werkelijkheid zo neergeschreven zoals die als iedereen misschien in extreme vorm doorgaat met wat we nu mee bezig zijn, zou het eigenlijk zo kunnen zijn binnen korte tijd. Nou ja, eigenlijk is dat ook wat heel veel science fiction doet, dus ik heb niet zo heel veel bezwaar tegen het woord science fiction. Maar je moet eigenlijk, het woord is soort van ten onrechte besmet, zeker in uitgeversland. Bij mij niet. Nee, bij jou niet. Nee, bij mij, ik gebruik het in al zijn schoonheid, dat woord. Oké, nou dan zijn we vrienden. Ja, goed. Mag ik nog één keer die kaarten, Albert? Want ik weet van jou, omdat wij ook Facebook-vrienden zijn in deze digitale wereld, dat jij beetje een kaartenfetish hebt. Jij vindt het leuk, het klinkt een beetje vies, maar ik bedoel minder vies dan ik het zeg. Je vindt het leuk om van plekken die niet bestaan hele gedetailleerde kaarten te maken. Ja, dat deed ik al toen ik op de lagere school zat. Dan zat ik me te vervelen. Basisschool, moet je zeggen. En uit verveling ging ik dan niet bestaande landen tekenen. Inclusief... steden en een treinspoor en whatnot en wegen. En, het is een weerslag van je fantasie, maar tegelijk is het ook iets wat je fantasie weer voedt. Dus het is een soort voortdurende wisselwerking. Dat vind ik wel heel leuk. Droom je ook van je eigen creaties? Oh, ja. Loop je wel eens rond op zo'n eiland? Nee. Nee? Nee. Nou, dat zou ik zelf. Dat heb ik zelf namelijk wel eens. Ja, dat ik rondloop op een eiland in mijn droom. Een totale eigen fantasie. Ja. Dankjewel, Jelte, voor deze. Ja, ik kijk in je... Graag gedaan, hoor. Ik wil nog wel meer delen. Maar nee, daar blijven zitten. Maar dat is gewoon schiemen in een koog, toch? Dan.
Ze heet hier ook Steve Jobs Square en zo. Dus, maar even, want even dat plaatje niet voorstaan. Maar misschien is het leuk dat we dat even delen op onze Facebook en op onze Twitter zo meteen. Je hebt ook volgens mij een kaartje gemaakt van het metrostelsel van Groningen, die er niet is. Ja, klopt. Ja, ik heb het niet bij me hier. Dat is heel vervelend. Dat is heel tof. En wat mij opviel, dat was... Ja. Ik was een soort van vingeroefening aan het doen, omdat ik een metrokaart van deze plek wilde maken. En ik dacht, nou, ik doe als vingeroefening een metrokaart van Groningen. Het is toch een wereldstad, moet eigenlijk een metro hebben. Juist. En die had ik op Facebook geplaatst en op Twitter. Er is nog nooit iets van mij zo vaak geretweet en geliked. Mensen willen graag die een metro. Die Groningers willen gewoon een metro. We gaan even, kun je hem nog even erop zetten vandaag? Dan, of is het, mag dat niet op jouw, via je eigen social media codes, dat je iets repost? Jawel hoor, okay, mag dan, wel. Dan zeg ik wel dat jij daarom gesmeekt hebt. Ja, dan link ik, dan deel ik het even, kunnen mensen zien. Dit boek is nu te koop, in derde druk, in de winkels. En deze hebben we eigenlijk niet over gesproken, misschien kunnen we nog iets over zeggen. Ja. Dit is een boekje, plus vooral een cd van de meisjes, jouw band. Maar je wilde vooral zeggen dat je dit moet kopen, omdat je, als je het downloadt, het niet helemaal goed begrijpt, illegaal. Er zit een boekje van 80 pagina's bij met verhalen over muziek. En die verhalen die hangen weer samen met de liedjes. Er zit een wisselwerking in. Dus je mist wel iets als je downloadt. Dat is eigenlijk wat we hier wilden overbrengen nog even over deze CD. Ja. Dat was eigenlijk een marketing dingetje nog even. Ja. Dit ligt nog niet in de winkel, want het is pas net ingeklaard bij het CB. Zoals dat het heet. Komt nog in de winkel. Maar ik heb alles te koop, hè, hier. Snap je. Deze wel in ieder geval, Auke, dankjewel. En tot zometeen. Auke Hulst.